De dag van de duurzaamheid staat centraal. We zijn in Woudenberg om te kijken of de inwoners duurzaamheid belangrijk vinden en wat ze doen om zelf duurzamer te leven. Vindt u duurzaamheid belangrijk? Jawel, heel belangrijk. Ja. En wat doet u er zelf aan om duurzamer te leven? Nou, we proberen allerlei dingen duurzaam te houden, zeg maar. Als half kan, dan doen we dat wel, ja. Kunt u voorbeelden geven? Nou, in je huis en zo, zulke soort dingen. En ja, allerlei dingen die je zegt, van, zolang het duurzaam is, dan is het goed. Bijvoorbeeld de verwarming lager zetten. Ja. Zijn er ook andere dingen die u doet? U gaat bijvoorbeeld lopen naar het centrum? Ja. Of fiets, ja, wij wonen hierachter. Omdat ik jaar geleden trap gevallen ben. We wonen nu in een seniorenwoning. Dus dan loop je al. En fietsen kan ik nog. Dus dan, en veel belangrijker als autorijden. Autorijden doen we heel weinig. En dan meestal op de fiets. Ook voor het klimaat? Ook voor de, goed voor de mensen. Goed voor de, ja, voor de gezondheid. Voor alles, zeg maar. Dus dat, ja. En in heel Nederland wordt er steeds duurzamer geleefd. Dat vindt u belangrijk, ja, dat dat wordt gedaan? Ja, vind ik wel belangrijk, ja. En het is deze week Dag van de Duurzaamheid, waarmee de aandacht wordt gevraagd. Vindt u het goed dat dat wordt gedaan? Ja, ik denk het wel. Dat zijn altijd belangrijke dingen, zoiets duurzaam. Dus dat, nee. Het is deze week Dag van de Duurzaamheid. Wist u daar vanaf? Nee, wist ik niet. Nee. Vindt u duurzaamheid belangrijk? Ja, het mag wel een jaar van de duurzaamheid worden eigenlijk. Ja, ik vind het heel belangrijk. En ik probeer mijn best wel te doen, maar ja, het schiet er wel eens bij in. Ja. En wat doet u om duurzamer te leven? Nou kijk, ik ben met de fiets. Dus als ik in het dorp iets moet doen, dan doe ik dat wel op de fiets. En ik scheid mijn afval en ik heb de verwarming al iets lager gezet. Minder lampen aan. Dus ja, ik doe wel mijn best, vind ik. Wat zijn voor u persoonlijk nog verbeterpunten, denkt u? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo gauw. Ik vind het eigenlijk al wel heel goed wat ik doe. Ja, je moet wat klein beginnen. Als iedereen dat doet, dan helpt het wel. En in de gemeente, zijn er daar nog verbeterpunten? Nee, dat weet ik zo gauw niet. U doet uw best en u vindt het wel belangrijk, duurzaamheid? Ja, ik vind het zeker belangrijk, ja. Nou ja, en ik ben natuurlijk een oud mens, maar als de jeugd zich daar ook over gaat buigen, dan is het natuurlijk wel nog belangrijker, ja. Doet de jeugd het te weinig, denkt u? Ja, ik weet niet, mijn kinderen wel. Maar ja, ik heb fantastische kinderen natuurlijk. Maar ja, nee, ik weet niet of ze daar zo mee bezig zijn. Het is deze week de Dag van de Duurzaamheid, weet u dat? Dat wist ik niet. Nee, maar ik doe er wel heel veel aan. Vindt duurzaamheid belangrijk? Ik vind duurzaamheid belangrijk. Ik zeg net tegen mijn broer nog dat ik heb een heel goed energiecontract afgesloten wat duurzaam is. Ik ben duurzaam met het huis bezig. Verzin eigenlijk maar alles. Zonnepanelen op het dak, energie besparen, allemaal. En waarom vindt u het belangrijk? Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik gewoon zeggen mijn portemonnee. En dat is eigenlijk het hele eerlijke, mijn portemonnee. Ook andere redenen? Nou, ik denk uiteindelijk voor de lange termijn is het wel belangrijk dat we een beetje beseffen waar we mee omgaan en hoe we de boel achter kunnen laten. Vindt u dat we er te weinig mee bezig zijn? Ja, wel meer en meer. En laten we vooral zo doorgaan. Ik denk dat dit ook goed is om de mensen even weer te laten beseffen van hoe belangrijk het is. Voor de lange termijn althans, hè. Kijk, wij hebben niet zo heel lang meer, jullie wel. Dus we moeten wel heel zuinig zijn. Zijn er nog dingen waar u zich aan kan verbeteren op het gebied van duurzaamheid? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik op alle vlakken zelf heel duurzaam bezig ben. Eigenlijk wel. He, dus nee, ik zou eigenlijk niet zozeer weten wat ik nog meer zou moeten doen. Vindt u duurzaamheid belangrijk? Heel belangrijk. Heel belangrijk. En waarom? Nou ja, ik vind we moeten niet alles zomaar weggooien en proberen om de spullen langer te houden en een tweede leven te geven. Vind ik heel belangrijk. En wat doet u zelf om duurzamer te leven? De spullen wat zuiniger bewaren. Niet gelijk alles wegdoen als het kapot is. Kijken of het gemaakt kan worden. En verder ook de biologische spullen kopen. Vind ik ook heel belangrijk. Ja, en verder er goed over nadenken. En hoe vindt u dat het in de gemeente is gesteld met de duurzaamheid? Ik denk dat dat beter kan. Als ik zie wat er eigenlijk in de gemeente verwaarloosd wordt, wat niet opgeknapt wordt, denk ik, vind ik eigenlijk zonde. Wat kan de gemeente dan bijvoorbeeld beter doen? Beter onderhouden.
Vooral de gebouwen en de plantsoenen en alles. Dat ziet er echt uit dat je denkt, nou, dat moet er dadelijk uit. En eigenlijk is zonde, want als de onderhoud beter is, dan wordt dat ook gewoon beter onderhouden. En zijn wij er ook zuiniger op als het netjes is. En het is deze week het dag van de duurzaamheid. Ja. Vindt u het belangrijk dat er daarmee aandacht wordt gevraagd? Ja, maar ik denk dat het niet alleen een dag voor de duurzaamheid zou moeten zijn. We moeten altijd denken aan de duurzaamheid van de spullen. Meer mensen zouden dat moeten doen volgens u? Ja, vind ik wel. Maar ik denk dat er best wel aandacht aan besteed wordt. Als ik zie wat er op scholen ook verteld wordt. Ik hoop dat het goed komt en ik heb er wel vertrouwen in.